Je doorheen? Het was niet aangenaam. Het was echt heel rustig, weinig doen. Gewoon rustig, cool. En huis blijven zoveel mogelijk, ja. Hallo, hier ben ik weer van Voorne Putten Spreekt. Op deze prachtige zomerachtige dag. Wij zijn benieuwd, hoe ervaren de inwoners van Voorne Putten de afgelopen warme dagen en hoe hebben ze zich hierop voorbereid? Het was niet aangenaam. Het was echt, voor mij is het liever regenachtig weer, dat is veel beter. Dus ja, het was echt niet aangenaam. Nu is het wat beter, zo. Heel rustig, weinig doen. Want zodra je wat gaat doen, een klusje of zo, dan wordt het te warm. Dus maar wij wonen aan het water in Zuidland. Dus we hebben veel op de vlonder gezeten en lekker een beetje gevist. Heeft. Nou ja, vooral de verkoeling opzoeken, het strand en dat soort dingen. En zorgen voor voldoende drinken. En dan vooral een beetje bier erbij en dan komt het allemaal goed. Dus dan is het goed uithouden. Dan is het goed uithouden, ja zeker, zeker. Ja. Met de airco aan in de kamer. In de kamer. Gewoon rustig, cool. In huis blijven zoveel mogelijk, ja. Ja, dat, met een beetje de airco aan en zo, dan gaat het wel. Kantoor ook, hè. Dan ja. Is wel goed te doen. En nu komt het weer wat af, dus prima zo. Nou, weer goed te doen. Ja, is goed te doen. Ja, je moet je niet hard werken, een beetje rust houden, op tijd drinken en je gemak houden. Nou, dat is hartstikke gezellig. Ja, het viel eigenlijk wel mee. Natuurlijk was het erg zweten en heel erg warm in huis. En ramen dicht houden en alles. Maar de kinderen hebben zich vooral vermaakt. Met waterspelletjes voor de deur en spelen met kinderen en zand en alles. Dus ja, dat was superleuk. Ja, prima. We hebben een bootje, dus we hebben aan boord gezeten. Dus dat was heerlijk. Ja. Heerlijk genieten dus, zo te horen. Ja, ja hoor, dat komen we goed door. En we zijn allebei gepensioneerd, dus dan kun je alles op je gemak doen, hè. Dus het was lekker. Nou ja, lekker op het strand leggen. Een beetje lekker dobberen op het water, op het strand leggen. Mijn vrienden. Ja, voor de rest een beetje afkoelen en een biertje. Maar voor de rest niet te veel doen. En als je de kinderen ziet genieten, dan geniet je zelf ook. Dus het was echt het was heerlijk weer. Het is eigenlijk jammer dat het wel weer een beetje koeler wordt. Maar aan de andere kant, voor onszelf is het natuurlijk wel ideaal. Ik bedoel, op een gegeven moment is het zo warm dat je denkt, van, we gaan alweer voorbij zijn. Heb je geen leuke dingen verder gedaan? Ik vond voor het strand net een beetje weer te warm eigenlijk. Maar het zal misschien aan mijn leeftijd liggen. Maar ik zit dan liefst toch een beetje koel binnen inderdaad. Voor de rest in de avond gewoon wat dingetjes doen, hè. Dan kan je nog wel een beetje wat van maken inderdaad, erop uit inderdaad. Dus, dat is goed gelukt. Meer kan je ook niet doen met die warmte. Ja, ik kan ze al doen. Kijk, ik sport ook gewoon. Dus dadelijk, als het vanmiddag nog 30 graden is, sta ik ook gewoon in de sportschool. Kijk, en dan heb je al een aircootje natuurlijk, waardoor het goed uit te houden is. Ja. Maar voor de rest, niet al te veel doen. Dus, dat ging hartstikke goed. Ja. En nou zijn we weer opnieuw begonnen met de werkweek, hè. Of in ieder geval, alles gaat weer door. Ja.